Hey, leuk dat je weer kijkt. En ik ben vandaag in het Rijk van Nijmegen samen met Ellen. Ellen is boswachter van Natuurmonumenten. En wij gaan op zoek naar een bijzonder beestje vandaag, of niet? Zeker, ja. We gaan eens kijken of we vliegende herten kunnen vinden. Ah, kijk, gaaf. En, vliegende herten, dat zijn insecten, maar het zijn behoorlijk forse insecten. Behoorlijk, ja. Ja. Als je een beetje groot hebt, dan zijn ze ongeveer een centimeter of 9. Zo. Dus, dat is behoorlijk groot. Dat zijn behoorlijke, ja. Behoorlijke kevers dan. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat we geluk gaan hebben vanavond. Ik ook. En, we gaan het zien. We gaan er lekker op uit. Daarom. Gaan we doen. We staan hier nu eigenlijk een beetje bij een vliegende hertenkraamkamer, toch? Als ik het zo mag zeggen. Ja, klopt. Ja. Ja, dit noemen wij een broedstoof. Mm-hmm. En een broedstoof die we hier zien, die hebben we gemaakt in 2011. Mm-hmm. Om daarmee ervoor te zorgen dat vrouwtjes vliegend herten inderdaad een kraamkamer vinden om hun eitjes te leggen. Ja, want die vliegende herten die doen er best wel lang over om volwassen te worden, of niet? Ja, klopt. Vanaf het moment dat een vrouwtje vliegende hert de eitjes heeft gelegd totdat een vliegende hert uitkomt, zit ongeveer een jaar of 7 tussen. Zo. Dus en vervolgens ligt het er echt aan hoeveel witrot, want die larven die eten witrot. Mm-hmm. En witrot komt met name op eiken en een beetje op beuk. Mm-hmm. En dus het ligt er echt aan hoeveel witrot dat zo'n larf vindt in zo'n broedstoof. En hoe het weer is. Mm-hmm. En afhankelijk daarvan wordt het of een mooi groot vliegend hert of een scharminkel van een centimeter of 5. Nou, we hebben nu het eerste vliegende hert gevonden. Maar het is wel een iets andere dan waar we eigenlijk naar op zoek waren, maar daardoor niet minder leuk. Dat klopt. Ja, je hebt in Nederland verschillende soorten vliegende herten. Je hebt zo het blauw vliegend hert en een rond vliegend hert. Maar je hebt ook als soort het klein vliegend hert. En zojuist vonden we het mannetje daarvan. Het mannetje van de soort klein vliegend hert. Niet zo groot als een gewoon vliegend hert, maar zeker net zo leuk. Iets minder zeldzaam, maar die zien we ook nog steeds niet iedere dag. Ja, een mooie vondstal. Daarom. Oh ja, je hebt nou een beetje mooi tegenlicht. De eerste die is binnen. Ja, we hebben net een vrouwtje gezien. Die was op zoek naar de hoogte van de boom. Langzaam omhoog kruipend. In de hoop dat er natuurlijk straks een mannetje haar ruikt. En dat ze dan enigszins geluk heeft dat hij haar ook ziet zitten. Nou, ze ging er ook even goed voor zitten hoor. Want het was echt in het avondlicht met een beetje tegenlicht. Ja, dat dus wat dan betreft, was wel echt heel mooi. Een heel spectaculair gezicht. Dus de eerste is binnen. Mooi. Ja, hij landde in eerste instantie hier op het snoeihout. Ja, op die, die berkentak daar ging hij zitten. En toen ineens deed hij dat en toen ging hij weg. En toen zat hij erboven. Ja, dat was de eerste, hè? Ja, eentje heel mooi hoog in de boom. Hij ging mooi op een tak zitten bij een bloesem. Maar we konden hem echt heel goed zien. Dus, De eerste, heel gaaf gezicht, ook echt de immense kaken dat beest heeft. Hij zat daar echt en dan zie je zo die kaken zo heel mooi omhoog steken. Echt een waanzinnig gezicht. Ja. Maar die kaken die gebruiken ze ook om te knokken, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ze gaan dus op zoek naar een vrouwtje, dus dan vliegen ze door de lucht heen. En dan ruiken ze een vrouwtje hoog in de boom. Mm-hmm. En als je daar aankomt als mannetje en er is er nog één. En dan, dan wordt het inderdaad knokken. En met die geweien proberen je natuurlijk de tegenstander letterlijk uit de boom te gooien. Ja. Het zijn dus echt ongeleide projectielen die als een soort drones door de lucht heen vliegen. En vervolgens doet Jori een poging om hem op de film te krijgen. Gaat goed? Ik heb een paar seconden, dus wat je nu ziet, dat is dan een vliegend hert.
Maar dat is nog best ingewikkeld. Want die beestjes die fladderen inderdaad maar wat. En het zijn echt ongeleide projectielen, wat Ellen ook al zei. Dat is nog best moeilijk. Als jij druk bezig bent, dan maak ik die blok wel, hoor. Ja, ik heb gewoon niks meer te doen, joh. Nee, ik heb goed. Oh, dat is mooi. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie. Dan kan je met een wedstrijd mee doen. Nou, ik vind het zo mooi om dit te zien. We hebben er ondertussen even verlichting bij moeten pakken, want het is een beetje aan het schemeren. Maar wat een top avond. Het was wel heel gaaf, hè? Ja, ja, nee, dit was echt waanzinnig. Dus we hadden net op één tak, daar zaten gewoon drie mannen. En bovenop aan die tak, daar zat dus het vrouwtje. En die twee mannen gingen dus met elkaar vechten. En eentje die droop er al meteen af. Dan denk je, nou, dan is het wel bekeken. Die twee gaan vechten en blijft er één over. Maar nee hoor, die twee waren zo druk met zichzelf bezig. Dat ze samen van de tak afvielen. Waarop die derde dacht van, dat is mooi. Dus die raced er naar boven toe. Nou ja, en uiteindelijk zijn die twee in ieder geval gaan paren. Dus nou ja, daar komen in ieder geval weer eitjes van. Die dan weer gelegd worden. Dus over 7 jaar dan is er in ieder geval iets. Ja, precies. Daarom. En die twee anderen, die bleven maar vechten en vechten. En die bleven over elkaar heen buitelen en elkaar vastpakken. En de een was de duidelijke heel stuk sterker dan de andere. Maar dat was echt gewoon ontzettend gaaf. Het was echt zo vet. Want het was ook gewoon inderdaad, ze bleven me volhouden. Ja. Op een gegeven moment, het leek net alsof ze een soort tango aan het dansen waren, die twee. Het was echt gewoon helemaal in elkaar ingeklemd. Ja, echt helemaal gaaf. Fantastisch om te zien. En toen zagen we ook nog een vierde ook nog aankomen. Die was ook nog best fors, maar ja, die liep eigenlijk al wel weer weg. Mm-hmm. Maar het zat er echt helemaal vol mee, hè, op een gegeven moment. Dat eerste was het nog redelijk rustig en opeens overal vandaan. Fantastisch gezicht. Dat was echt heel cool. Dus ik heb ook echt genoten. Dus wat dat betreft echt ontzettend bedankt. Ja, ik ook. Ik vind het ook altijd leuk om te zien. Ik kan hier gewoon iedere dag heen, hoor. Ja, zeker. Ja, ik heb echt een topavond gehad. Dus fijn. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Ik hoop natuurlijk ook dat jij het leuk vond om mee te kijken naar de vliegende herten. En hoop ik dat je de volgende keer ook weer kijkt. En zie ik je dan weer. Tot dan!